En zal Joppa Mennis op de 2-positie spelen. En dan Jefferson op de 3. Ja, die Cambo, zoals ik al zei, is ja. En doel telt. Dat brengt de score op 0-8 met nog een N1. 2-11 met nog 6 minuten 45. Mooi van Otterman. Mooie spin move. Ja, de mooie spin move. En ja, 2 points en 1. Daar moet Jefferson natuurlijk. Ja, 3 punter van Cambo. Ja, dat kan hij. Heeft in de wedstrijd verleden week. Ja, die 13 jongens, dat is Angel Rodriguez. Dat is een Puerto Ricaan. Is derde topscorer in de B-Nix-competitie. Heel goede speler. Ik zeg het, Tas al. En die Angel Rodriguez heeft een gemiddelde van 17,2 punten per wedstrijd. En dat niet alleen, hij heeft ook nog. Ja, mooi. Mooi van Salomo, de inlegger. Scoort Buis dan toch zijn 3-punters aan 43%. En daar catch and shoot. Ja, het geliefkoosde shotje van Pierre-Antoine Gillet. Daar hebben ze zijn 5e punt gescoord. Ja, heel goed. Ja, goed, goed gepositioneerd van Xander Pintelon. Ja, goede defense van Pintelon. Goede defense van Pintelon. Ja, voilà. Terug, zoals ik zei. Spelen graag boven de ring. Leuk. We hebben daar de 10 tegenover 6 voor Oostende. Het is logisch dat. Eerste optie is altijd. Ja, voilà. Eerste optie bij Leuk is altijd die bal inside proberen te krijgen. En daar. Ja, terug. Ja, voilà, dat is hij terug boven de ring. Die alley-oop naar Toumba, specialiteit van Toumba. En daar de screening van, die de weg vrij maakt voor Buis. Goeie screening van Buisgaard aan de top. Joppe Mennis, screening. Ja, een re-screening van Buisgaard. Ja. Ja, natuurlijk, pick and roll met Joppe Mennis. De pick en roll met Joppe Mennis en ja, de rollman die daar goed bediend wordt van Joppe Mennis. Oei, dat was denk ik gelopen van traveling van Mennis. Ja, daar is hij. Daar trekt hij hem door. Joppe Mennis. Quarantin Effono is een supertalent. Speelt bij de satellietploeg Finexa A. Zou volgend seizoen wel eens kunnen in de vaste kern opgenomen worden. Ja, de blockshot. Ja, ja, specialiteit van Toumba. Ook geen enkele rebound genomen, maar. Ja, mooi. Daar ga ik eens. Ja. Goeie. Dat is een goede defense van Tas. Ja, catch and shoot. Daar is hij. Voilà. Ja, mat. Gillen. Inside, daar een mismatch. Ja, een mismatch tussen Tas en Lemaire. Mooi, ja, de no-look pass. Een goede Champions League achter de rug. Dat is ook een van de doelstellingen. Dat toch, ja, toch de play-ins gespeeld. Jefferson. Ja. Ah, daar is hem. Mooi, ja. Ja. Europees gespeeld enzovoort. Weer, ja, toch. En daar is hij. Daar is hij terug. Servaas Buisgaard. Denkt met zijn 4e aanvallende rebound. En ondertussen ja, heeft hij ook zijn score aangedikt tot 9 punten. Screening van Toumba. Toumba die natuurlijk nu zal afrollen. Maar de bal niet krijgen. En ja, Lemaire gaat voor eigen succes. En 2 punten op het konto van Brieu Lemaire. Rossum, daar terug. Die 2-3 zone toch? Nee, toch niet? Nee, nee. Blijven in man-to-man. Joppe Mennis, gemakkelijke kort. Screen naar Toumba. Toumba is de rollman. Ja, krijgt hij natuurlijk. En daar is die. Oh, mooi van Nano Sike. Jefferson. Ah, Jefferson vandaag. Ja, ja, Rossum.
natuurlijk Jefferson. Ik denk dat ze. Voilà, had het eerder moeten zeggen. Moeten we toch zeggen. Ja, daar terug inside naar. Ja, daar de linkerpoot van Notterman. Ja, die zijn vorige twee jaar niet heeft kunnen bevestigen dit jaar. En zou moeten. Ja, terug boven de ring naar de alley-oop naar Toumba. Waar Kortrijk Spurs toch, ja. Ja, daar moet Tassag natuurlijk die grijparmen komen van Anosike. En moest hier zijn shot vervormen. Tas, ja, daar is hij weer. Gillet. Kortrijk die de laatste wedstrijd werkelijk ja, onbestaand is. Ja, mooi. Heel belangrijk die pole position. Ja, en we zitten al Antwerp Giants met twee verlieswedstrijden meer. Daar gaat men eens, ja, goede defense van Lemaire. Misschien, ja, daar, ja. Mooie voorsprong opgebouwd, 17 punten. Ja, mooi. En daar, 16e punt van Sam van Rossum. Assist van... Antoine Gillet. En daar zit terug Xander Pintelong op de stoel om in te vallen. Enkele minuutjes meepikken voor Xander Pintelong. Ah, oh, wat een sprongkracht die Doumbia. De reguliere competitie toch, ja, een stempel gedrukt op dit Oostende. En daar de drie punten. Ja, voilà. Ook Verstraeten is op het terrein. Geen nog voor de, ja, die Cambo, die er, ja, de defense van Oostende. Ja, Lemaire die daar afgestopt wordt van, door Sander Pintelong. En daar Notterman, Haggins, ja, trekt hem door en scoort ja, zo zijn 10e punt ook. Ja, drie spelers van Luik in de dubbele cijfers. En, bij Oostende zijn er vier. Met ook 9 punten van, met 5 punten op de bank. En daar Verstraeten. Ja, pak zijn eigen rebound. Ja, eigen rebound, aanvallende rebound Verstraeten. En ja, daar gaat Gambo. Ja, en de rebound is van terug van Verstraeten. En daar hebben we dan ja, het einde van de wedstrijd, kijkers. Ezo na de 100 punten, 94-76.